Hoi, ik ben Laura van MBO Mediawijs en in de vorige video over Canva heb ik je laten zien hoe de basis een beetje werkt. En in deze video wil ik je graag laten zien hoe je in Canva slides kunt ontwerpen en die meteen ook kunt presenteren in Canva. Nou, je kunt sowieso slides ontwerpen in Canva. Dus als je iets anders wil dan PowerPoint. Of als je je studenten misschien een beetje uit hun comfortzone wil halen. Omdat ja, vaak worden presentaties toch met PowerPoint gemaakt. Kun je een keer de opdracht geven om in Canva te werken. Je kunt weer kiezen uit de schablonen die ze aanbieden bij presentaties. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Nou, dan heb je dus hier je eerste slide. En je ziet hieronder bij pagina toevoegen kun je dus telkens een slide toevoegen. En voor de tweede zou je dan bijvoorbeeld kunnen kiezen uit een van de voorbeelden die zij hier hebben. Bijvoorbeeld inhoud van de presentatie en zo verder. Dus als je een derde wil, doe je dat weer. En dan kan je, zoals ik in de basisvideo heb laten zien, elke slide natuurlijk aanpassen aan je eigen smaak. Je kunt hier de tekst veranderen. Je zou de kleuren nog kunnen veranderen. Ja, je kan het helemaal aanpassen naar wat je zelf wil. En wat in Canva ook kan, wat vergelijkbaar is met PowerPoint, is overgangen toevoegen. Dat doe je door hier op de slide te gaan staan, rechtsboven op de drie bolletjes. En dan zie je transitie toevoegen. En dan kun je dus eigenlijk hier kiezen uit al deze opties. Nou ja, dus eigenlijk met een schabloon aanpassen gaat het gewoon zo. Je kunt nog hier bij upload, zoals ik in de vorige video zei, je eigen bestanden toevoegen aan de slides. Je kunt tekst toevoegen hier en nog andere elementen als je daar behoefte aan hebt. Maar het spreekt allemaal weer redelijk voor zich. Mocht je een presentatie met een lege slide willen beginnen, dan kan dat ook. Dan ga je weer naar ontwerp maken en dan presentatie. En dan begin je dus nu met een leeg blad. Nou, dit werkt ook weer hetzelfde aan de linkerkant. Je kunt nu zelf elementen toevoegen, tekst en weer de plaatjes, je eigen plaatjes. Je kunt hier een achtergrondkleur kiezen bovenin. En stel dat we dan zelf een titel gaan toevoegen. Kun je hier een lettertype kiezen. En je kan nog de kleur aanpassen. Ja, hier kan je dus in principe alles doen wat je ook gewend bent van andere tekstverwerkers. Effecten toepassen. En wat ook leuk is van Canva is dat je dit bijvoorbeeld kunt animeren. Dus ja, daar heb je eigenlijk ook nog heel veel opties voor. Nou, dan voeg je weer een slide toe rechts. Doen we een subtitel. Slide 2. Je kunt hem dan verslepen waar je wil. Lettertype weer aanpassen. Ja, en zo verder zo. Eigenlijk gaat het een beetje op dezelfde manier. Je kunt hier nog elementen toevoegen als je het leuk vindt. En dit soort dingen zijn ook leuk van Canva. Dat het dan net wat dynamischer wordt omdat het beweegt. Dus ja, er zijn echt heel veel opties en ik zou bij dit ook eigenlijk weer aanraden om gewoon het uit te proberen. Te kijken of het misschien leuk is voor je studenten om een keer hiermee een presentatie te maken in plaats van met PowerPoint. En alle andere opties te ontdekken van Canva. En als je dan tevreden bent met je slides, dan kun je twee dingen doen. Je kunt, als je toch liever het presenteren zelf echt in PowerPoint houdt, omdat je daar gewoon fijn mee werkt, kun je de slides downloaden hier. Let er dan wel even op, als je bewegende elementen hebt gebruikt, dat je een video moet downloaden. Want anders dan beweegt het natuurlijk niet meer. Dus dat zou je kunnen doen, dan zou je ze kunnen implementeren in PowerPoint en daarmee kunnen werken. Maar Canva heeft zelf ook de optie om te presenteren. Namelijk hierboven bij weergave. Kun je kiezen uit verschillende opties. Bijvoorbeeld het volledige scherm. Nou, dan kun je het gewoon zo presenteren. Je kunt ook gaan voor de presentatieweergave als je misschien meerdere schermen gebruikt. Dan zie je zelf je notities ook nog erbij. En dan, nou, wordt het ook vrij eenvoudig om met Canva te presenteren eigenlijk.
Ja, dus zoals ik net al zei, dit is een beetje in de basis hoe je presentaties kunt maken met Canva. Ik raad aan om er zelf mee aan de slag te gaan en van alles uit te proberen. Er zijn heel veel schablonen om te bekijken en aan te passen. Dus heel erg bedankt voor het kijken van de video en ik wens jullie veel plezier bij het gebruiken van Canva voor het maken van presentaties.